Hartelijk welkom bij weer een film, weer een video over 3D-printen. In dit geval gaat de film over Tinkercad deel 2. Gisteren kregen we op het forum de vraag hoe je in Tinkercad een object kan splitsen of van elkaar af kan snijden. Nou, en dat wil ik vandaag gaan laten zien. Waar we mee beginnen is met een nieuw design te creëren. En dat doen we hier in ons hoofdmenu van Tinkercad. We krijgen dan een nieuw werkblad. En op dat werkblad ga ik maar eens even gewoon een kubus plaatsen. En zo'n kubus heeft een standaard maat van 20 bij 20 bij 20 mm wel te verstaan. Opgemerkt dient te worden dat je die kubus kan verplaatsen gewoon door hem te slepen. Of eventueel om hem weg te gooien, om te deleten. En ook dat is heel gemakkelijk. Linksboven undo button, want ik wil natuurlijk die kubus graag behouden. Ik ga vervolgens een tweede object plaatsen. En dat wordt een groen dakje. Oké, dakje geplaatst. Dat dakje dat heeft een 20 bij 20 mm en 10 mm hoog. We zien dat het twee verschillende objecten zijn. Dat kunnen we zien aan de kleur. De kubus is rood. Het dakje is groen. En we kunnen ze dan ook afzonderlijk van elkaar verslepen. Of eventueel weggooien met delete, zoals net gezien. Eerst maar eens even hier één object van maken. Dus ik ga linksbovenin staan. Ik houd mijn muisknop ingedrukt. Ik selecteer ze allebei. Je ziet ook dat ze allebei geselecteerd zijn. Er staat een rechthoek omheen. En ik gebruik bovenin de group button om het te groeperen. Zo. We kunnen nu zien dat het één object is. A, omdat ze allebei rood zijn. En B, als ik wil gaan verslepen, versleept die het totaal. Wil ik ze nu losmaken, moet ik ze weer aanklikken. Dan krijg ik weer dat vierkantje eromheen. En dan verschijnt er naast de group button een ungroep button. Dat ga ik even doen. En we zien dat het nu weer twee objecten zijn, groen en rood. Ik doe weer undo, want ik wilde het eigenlijk even zo laten zoals het is. Stel dat om wat voor reden dan ook die ungroep button weg is. Dat die niet zichtbaar is en dat je toch deze twee objecten uit elkaar wilt hebben. Nou, dat is erg gemakkelijk, want dan pakken we helemaal bovenin aan de rechterkant het vierkant met de grijze kleuren. Dat is namelijk het maken van een gat, oftewel de antimaterie. Als je die ergens neerzet, dan zie je dat die vier bodemblokjes verschijnen. En als je er een vasthoudt, kun je hem trekken. En die trekken we in dit geval over het dakje heen, want ik wil het dakje ervan af hebben. Nu selecteer ik beide objecten gelijktijdig en ik doe groeperen. En wat is er aan de hand? Mijn dakje is weer weg. Dus losse objecten die in één groep gegroepeerd op je werkblad staan, zijn te verwijderen door daar een antimaterieblok overheen te trekken, wel ook in de juiste hoogte, en dan het object te groeperen, zodat alleen datgene wat echt gekleurd is gebleven, bewaard blijft. Ik doe toch nog even ongedaan maken, want ik wil nog even wat meer laten zien aan de hand hiervan. Ik ga even dat blok weggooien weer. Dus ik heb nu weer datzelfde object wat je kon verschuiven, waarbij ze het blokje en het dakje aan één zaten. Wat je namelijk in Tinkercad ook kunt gebruiken, dat zijn de functies die in elk Windows-programma zitten, kopiëren en plakken. Ik gebruik daar altijd de sneltoetsen voor. Ctrl-C om te kopiëren. Ctrl-V om te plakken. Dus als ik Ctrl-C doe, dat doe ik nu. En ik doe gelijk Ctrl-V erachteraan. Dan zien we dat ik nu twee keer hetzelfde object heb. Je zult zeggen, wat heb ik daaraan? Nou, soms kan dat wel eens handig zijn. Als je een groot object hebt, wat niet in één keer geprint moet worden, maar wat je in twee delen wil printen, dan doe je handig aan om te kopiëren. Dan vervolgens te splitsen en dan kan je van de ene de linkerhelft weggooien, de andere de rechterhelft en je hebt vervolgens twee helften die samen het geheel vormen. Mocht dat allemaal te groot zijn voor je werkblad, weet dan ook dat je ook in andere werkbladen kunt plakken. Dus als ik nu dat onderste object hier weer Ctrl-C doe, ik ga terug naar mijn hoofdmenu in Tinkercad. Ik ga vervolgens weer zeggen create a new design. Dat doe ik, krijg dus een nieuw werkblad. En op dat werkblad kan ik dan het item weer kopiëren. Dus ik kan weer Ctrl-V doen. En zie daar, we hebben het item. Nogmaals dus, het afsnijden is simpelweg een vierkantje plaatsen.
met die hendeltjes rechtsonder groot genoeg slepen dat die over het object is wat weg moet. Het samenvoegen en groeperen met de groepeerbutton en je hebt één object over. Goed, dit was makkelijk. Losse objecten loskoppelen. Maar wat nu als ik een bestaand object heb waar ik een stuk vanaf wil halen? Nou, ook dat ga ik even laten zien. Ik ga wel even een nieuw vierkantje pakken. Simpelweg omdat dan de maatvoering 100% goed is. En ik ga dat nieuwe object ga ik ook een andere maat geven. Ik ga hem 40 bij 40 maken. Hij was 20 bij 20. En hij wordt nu 40 bij 40. En nou wil ik zometeen eigenlijk alleen maar de linkerhelft van dit object overhouden. En die is dan dus 40 diep en 20 breed. Dus wat doe ik? Ik pak weer zo'n vierkant. Die zet ik bovenin. Ik maak hem nu iets hoger, want hij heeft dezelfde hoogte als het origineel. Dus ik maak hem bewust hoger, zodat ik het zien kan. Minimaal 40 diep, want dat was de waarde van het rode blok. Ik zorg dat hij ook 20 breed is. Dat is ook heel belangrijk. En nu ga ik hem over het origineel zetten. Nou, ik doe dat bewust even fout. He, want nu is het niet goed. We kunnen overigens draaien he, hier linksboven. Dan kunnen we ook zien dat het niet goed is. He. Maar het makkelijkste manier om dat nu te controleren is zeg maar door allebei de objecten te selecteren. Dan weer rechtsboven naar de uitlijn tool te gaan. Dat is die streep met het rechthoekje ernaast en het vierkantje ernaast. En dan krijgen we die stippen. Hij heeft nu echter de breedte van alles bij elkaar. En dat is niet handig. Ik wil hem namelijk uitlijnen op het rode object. Dus ik druk op het rode object. En dan pak ik dit stipje hier aan de rechterzijkant. En daar doe ik hem mee uitlijnen. Dus altijd even. Ja, daar komt hij. Nu is hij op rechts uitgelijnd. Als we even draaien kunnen we dat ook wel een heel klein beetje zien. Zie je dat? Hij is uitgelijnd. Ik ga allebei de objecten selecteren. En ik ga ze weer groeperen. En wat is er over? Alleen maar de linkerhelft van mijn object. Nog één laatste ding. Ik pak nog even zo'n vierkantje. Dat zet ik weer op het veld. En dan zien we hier wat draaibalkjes zitten. Waarmee je hem kunt gaan draaien. Die bovenste links die is ervoor om hem van links naar rechts te laten draaien. Kantelen zeg maar. Deze aan de zijkant is hem van voor naar achter te laten kantelen. En deze hier is om hem te draaien op het werkblad. En ik ga hem even 45 graden kantelen. Kijk. Zo. En ook hiermee kan je nu gaan snijden. Dus ik ga hem weer op het object zetten. Ik ga hem dit keer niet uitrichten. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ik groepeer ze weer allebei. En ik zeg samenvoegen. En er is in één keer een hap van onze rechthoek weg. Nou, met deze trucken kun je gaan snijden en uit elkaar halen van objecten in Tinkercad gaan doen. Het is wel soms een secuur werkje, omdat het soms op de millimeter of tiende millimeter werkt. Dus je moet er wel mee leren werken. Dat is een van de redenen waarom ik vind dat je later, maar dan in latere fase, naar betere ontwerpsoftware moet, zoals bijvoorbeeld Fusion 360. Voor nu lijkt me dit voldoende. Ik wens je succes met het werken met Tinkercad. Heel veel plezier en tot de volgende video. Dag!